Want als je wil elektrificeren. Dus op het je moet ook nog de... aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En dat is niet lang niet overal mogelijk. Ja. Exact. Um, terug naar stikstof, met uw welnemen. Uh, hebt u minister Van der Wal uh, gisteren gehoord? U zat in de zaal, dus ik neem aan van wel. Uh, dat zij zei: die wet is bijna uh, uit de consultatiefase. Uh, uh, die krijg ik uh, deze week, dus dat is vandaag, uh, in mijn tas. Ik ga er dit weekend naar kijken. En dan wil ik hem eigenlijk voor de zomer nog indienen. En in die wet staat 2030. En niet 2035, zoals die provincies willen en zoals u ook wil? Ja. Nou ja. Kijk, de minister heeft recht op een wetsvoorstel te bekijken en naar de Kamer te sturen. En het is aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer uh, om te kijken of die wet uh, het haalt. Maar ja. ze stuurt hem volgende week al, vlak voordat de Kamer met de recess gaat. Ja, nou, kijk, wat mij betreft is het geen probleem om, uh, om terug te komen in het zomerreces. Ik wil er best wel een debat uh, over voeren. Dus als die wet wordt ingediend uh, en naar de Tweede Kamer toe gaat, dan zegt u dan komen wij terug van reces? N nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is. En uh, ik hou altijd rekening in mijn agenda tijdens recessen met terugkomst uh, naar de Kamer. Dat hebben we wel vaker gehad. Um, kijk, als je dit in september uh, gaat doen, krijg je in september ook nog het kabinetsadvies over het, uh, over het landbouwakkoord. Er staan ja. nog andere belangrijke debatten. Dat is uh, inmiddels eind september geworden. Oh, kijk, dat is nieuws voor mij. Nou ja, dat zei de minister. Ik... Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik to toen even niet opgelet. Ja, ik <laughs> moet ook af en toe een kopje koffie halen. <laughs> ja, zeker. Dan mis je wel eens wat. Ja. Um, uh, eind september. Ja, um, wat mij betreft, ik zie het wel uh, naar ons toe komen. Ja. Maar nou, u zegt, mijn... dat als die stikstofwet bij ons op de mat valt. dan komen we terug van vakantie. Dan gaan we er gewoon meteen over debatteren. Ja, nou, kijk. Het is een heel belangrijk iets. Het is iets wat heel Nederland bezighoudt, waar heel Nederland eh, last van heeft. Hè? Ook van de stikstofwet die er nu is. Vanwege dat het eh, op sommige plekken niet meer gebouwd kan worden. Wegen kunnen niet meer aangelegd worden. Noem alles ja. maar op. Ja. Dus ik vind het belangrijk genoeg. Dit gaat het hele land aan en niet alleen de boeren. Met andere woorden, terugkomen van vakantie dus. Um, maar goed, dan moet, dan moet het CDA ook heel snel kleur gaan bekennen.